pas te horen gekregen met dat een soort bad met allemaal harten. Ja, oh ja. 700 harten. En, ja, voor ons was het gewoon echt overweldigend ook echt. Ik ben Ines Witjes. Ik ben van Ons Land, Ons Lu. Wij zijn de mensen van het hongerstakingskamp. En daar hebben we 10 weken gestaan. En daar hebben we de samenwerking met Code Rood ook echt ervaren. Wat wij eigenlijk aan het doen zijn, is dat wij willen verenigen. Dus we willen alle groepjes die er eigenlijk al zijn, hè, zoals het Groningen Gasberaad en de Groningen Bodembeweging, al die groepen die wij willen eigenlijk gaan verbinden. Dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn. Wij willen verbinden, dus dat iedereen met de neus dezelfde kant op komt en dat we één blok gaan vormen. En daar maken we dus ook echt wel progress in. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Maar met de hele actie voelen wij ons natuurlijk gewoon wel heel erg ondersteund en voor ons een boost om absoluut verder te gaan. Want ja, als jullie weggaan, dan zijn we weer op onszelf teruggeworpen. Maar het feit dat Code Rood dit heeft georganiseerd, ik moet zeggen, een 10 plus voor de organisatie van Code Rood. Echt ongelooflijk goed. Dus ja, wij zijn heel blij met Code Rood. Absoluut, ja. Wij zeggen altijd dit tegen de mensen die bij ons komen hier in het gebied echt. Neem ons mee in jullie hart. Dat is wat we graag willen. En draag het uit.